Goedemorgen, het is vandaag maandag, dus ook een nieuwe weekvlog. Dus ook welkom bij de nieuwe weekvlog. Het is maandagochtend dus en ik heb de kantooruitzetje aan en ik ga nu naar kantoor. Heel klein make-upje op. We gaan even een ochtendje werken. Alright guys, het is inmiddels middag. Het is nu 4 uur. Ik ben lekker aan het werk in de hoek staan. Alof, ik ben lekker aan het editen. En zometeen om 5 heb ik een sportlesje. Dus ga ik sporten bij Booty Club, Booty Apps. Mirjam en Merel gaan ook gezellig mee. Dat is helemaal leuk. En nu zit ik lekker weer te editen. En dat is een chill dagje eigenlijk. En dan ben ik gewoon thuis. En ga ik gewoon chillen en lekker eten. Dus niet hele bijzondere dag, maar wel chill. Goedenavond allemaal. Het is maandagavond. Ik heb lekker gegeten. Ik ben nu Bridgerton aan het kijken. Het is 10 uur of zo geweest. I don't know. Even lekker mijn make-up eraf halen. Helemaal zin in. Hou er echt van om mijn make-up eraf te halen. Want ja, eigenlijk doe ik daarom door de week zo ook niet heel veel make-up op. Omdat ik gewoon niet chill vind om veel make-up op te hebben. Omdat ik gewoon ervan hou om mijn ogen te wrijven en zo. Dus nu lekker eraf halen. Morgenochtend moet ik naar de GGD. Ik moet namelijk vaccins halen voor Bali natuurlijk. Daarna ga ik werken de hele dag. En wat ga ik nog meer doen? Oh ja, in de avond ga ik gezellig met Levi eten bij Chuppies. Superleuk. Heel erg zin in. Hij zegt dat het echt fucking lekker is. Ik heb er zo nog nooit gegeten, maar het schijnt heel goed te zijn. Dus heel zin in. En Livia en ik willen dus waarschijnlijk samen een podcast starten. Ja, dan gaan we even over brainstormen en over nadenken. Ik denk dat het namelijk wel echt een superleuk idee is. Maar we moeten nog even goede uitvoering verzinnen. Want we willen niet de zoveelste podcast worden, weet je wel. Er zijn zoveel podcasts al. Misschien als jullie een leuk idee erbij hebben of zo, dan kunnen we dat of course meenemen. Ik vind het toch een partij bizar hoeveel make-up er altijd van je gezicht afkomt. It's like a never ending story, girl. Kijk dan, gewoon nog steeds. Dit schijnt dus ook te werken als deo. Dus ik ga dat morgen even proberen. Ga ik dat zeg maar op mijn oksels doen als deo. Kijken of het werkt. Nou, ik ga even mijn tandjes poetsen. En dan een beetje skincare opdoen. Goedemorgen allemaal. Het is dinsdag. Ochtend. Ik moet zo even naar de GGD en daarna ga ik naar kantoor. Ik heb een super cute outfitje aan. Ik was helemaal vergeten dat ik deze top had. Maar hoe cute is dit? Hoe cute is dit topje? Het is echt super cute. Ik doe deze linnen broek erop. Ik ga nog even een vlecht maken en even maar goed doen. Een beetje make-up op. Dan ga ik vandoor. Nou guys, ik heb de hele dag gewerkt. Daarna een sportlesje gehad. En nu heb ik me snel, nee, niet omgekleed. Ik heb eigenlijk gewoon weer hetzelfde aan, maar wel omgekleed na de douche. En ik ga nu gezellig eten met Liva bij Chappie. Zo veel zin in. Ik heb zoveel honger. Holy shit. Dus ik ga er nu snel vandoor. Nou, ik ben nu bij Leidse. Ik was net even bij de Apple Store. Ik had even dit dingetje gehaald, want ik had mijn nieuwe telefoon gehaald, maar ik had dat blokje dus nog niet. Want die zit natuurlijk niet bij je telefoon. Maar ik heb hem nu wel, dus heel erg chill. Wel echt 25 euro, Jesus. Maar ja, ik wil dan wel. Ik ben nu op Liva aan het wachten. Die zit in een van deze trams, denk ik. Maar oh god, ik heb zoveel zin om te eten. Oh my god. Nou, ik ben gezellig met mijn schat. We zijn lekker bij Chappies. Long time no see, hè? Ja, long time. Vind ik ook. Ja, echt, we missen elkaar nu al. Ja, precies. Jij hebt lekker een carbonaraatje. Ik heb een carbonara. Heerlijk. Lekker bellini. Lekker bellinietje, nou. En ik heb een pizzatje. Nou, pizzatje, pizza. In de UW's zijn zo goed. Nou, eet smakelijk. Oké, we hebben hier een hele lekkere tiramisu. Deze is Nederlands beste tiramisu. Oh, helemaal. Jij moet mij zien. Oké. Oh my god. Wat zijn over? Ik ben hier. Zo, zit jij? Zo. Ja. Dan spijt je ook geen eigen afgelopen. Ja, dat dacht ik dus al zo. Dat dacht ik dus al. Holy moly, goedemorgen man. Ik ben zo moe. Het komt omdat ik om 7 uur op moest staan. Omdat, ja, ik een event heb straks. Ik moet 8 uur de deur uit. Ik moet helemaal opmaken en weet ik het al. En ik ben echt helemaal kapot.
Het is maar een uurtje eerder dan als ik normaal doe, maar for some reason I can't handle it. Ja, ik ga nu even maken. Ik heb een Essie Lauder event, een ontbijt. Dat is wel echt heel leuk. Mijn haar heb ik gezegd. En we gaan echt met allemaal leuke meiden en zo, dus dat is helemaal leuk. Vandaag ga ik verder alleen een ochtendje werken en daarna de weekvlog editen. Ik heb weer even een dipje in mijn weekvlogs. Misschien had ik het ook wel gemerkt. Ik vind het gewoon heel leuk, maar ik heb het gewoon zo druk. Dat ik gewoon weinig kan vloggen en dan vind ik mijn vlogs gewoon niet leuk. En dan ga ik gedemotiveerd en dan ga ik steeds minder vloggen. En ik denk, ja, het is toch gewoon een kut weekvlog. Maar ik kan me ook gewoon een soort voorstellen om het niet te doen, omdat ik het al zo lang doe. Maar ja, het is lastig soms. Echt lastig soms. Want ik weet dat er heel veel mensen zijn die het wel echt heel leuk vinden om naar te kijken. En dat vind ik echt zo lief. Dat vind ik echt. Nou, ik kan me dat niet voorstellen. Ik vind dat zo lief. Gewoon, dat is niet normaal. Dus ja, ik wil het wel gewoon blijven doen. Maar ik kan gewoon niet praten nu omdat ik zo moe ben. Ja, ik ga even me verder opmaken en dan de deur uit. Als je dan al een kleine sneak peek beneden hebben ontdekt, maar meer daarvan na deze presentatie. Oké, ik ben terug van kantoor en ik heb net een heel leuk pakket opgehaald van Naked. Oh my god, ik heb zoveel leuke dingen. Het komt ook natuurlijk ADE aan aankomende week. Dus ik hoop dat ik even een paar leuke outfits daarvoor kan gebruiken. Dus ik ga het nu even snel allemaal uitpakken. Oh my god, ik heb even snel deze laarsjes gepast. En ze zitten zo lekker. Hoe cute is dit? Ik laat jullie even alle items natuurlijk ook zien. Ik heb besteld bij Naked. En nieuwe klanten krijgen 30% korting. En bestaande klanten krijgen 20% korting. Met mijn kortingscode SARAGIEKSIT. Dus Sarah YouTube. Als eerste heb ik deze top. Deze vind ik echt super vet. Ik weet alleen niet helemaal hoe ik hem moet stylen. Maar ik vind hem op zich wel zo leuk. En dus verder heb ik deze rok. Die soort overloopt. Super cute. En ik had net ook dit topje aan, maar dat was ik vergeten te filmen. Ook in maat S. Heel leuk bandeau topje met hier een speld. Stond ook echt heel leuk. Dan deze super leuke trui. Met een rokje, panty. Alles is van Naked. En deze lovers. Alleen zijn ze net even wat te groot. Dus dat is eigenlijk wel een soort van jammer. Maar misschien met sokken erin of zo. En ik vind deze panty ook echt heel chill. Hij voelt echt super stevig aan. En hij is echt mooi, gewoon perfecte dikte. Dus ja, helemaal cute. Herfst outfitje toch? Ja. Nou, deze broek kennen jullie wellicht wel. Dit is echt een van mijn favoriete pantalons ooit. Maar ik heb ook dit leuke truitje erop. Gewoon helemaal cute. Leuk voor het najaar. En ook dit truitje. Maar ik weet niet helemaal wat ik van deze vind. Gewoon een beetje basic wel. Mijn BH schijnt er ook doorheen. Maar ja, gewoon basic leuk. Maar niet heel bijzonder of zo. Dan deze super mooie tube dress. Heel lang is die. Is rood. Ja, dat is met cafeïne. En dit is gewoon ja altijd goed leuk met een jasje eroverheen. Of je vormen komen er mooi uit. En achter heeft hij ook nog een split zo. Dus helemaal mooi en leuk. Nou guys, dit was de Naked Haul. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Vergeet zeker niet de kortingscode te gebruiken en zo. En ja, dan kan je leuk herfst items shoppen. Ik heb gelukkig al veel truien en zo. Ik had echt veel truien nodig en topjes. Want ik had alleen maar zomerdingen. En ik wist even niet meer wat ik aan moest. Maar thank god, we have Naked. Wij gaan lekker sporten. Ja. Woo! Hallo allemaal. Het is inmiddels alweer 11 uur. Ik ben de weekvlog aan het editen. En Stan is ook gezellig. Ik weet niet wat Stan aan het doen is. Volgens mij is hij echt een hele cute boyfriend aan het uithangen. En heeft hij heel de keuken opgeruimd. En de afwasmachine uitgeruimd. Omdat ik editen ben. I love him so much. Maar het was een leuke dag. Vanochtend een event. Heb ik dat eigenlijk allemaal gefilmd? Ik weet niet eens. Ik had een event met een ontbijt. Heb ik dat gefilmd? Ik weet het niet eens. Maar het was heel, heel mooi verhalen. En goed initiatief voor de Pink Ribbon. Ja, actie. Het was fijn om daar aan bij te kunnen dragen. En
verder gewerkt en met z'n allen gechilled. En we kijken nu Lupin. Echt een aanrader. Heel leuk. En ik ben nu gelukkig klaar met editen. En is je weekvlog klaar. En ik kan hier ook live. Jee. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. Ik ga ergens tegen dat die pluk uit mijn vlecht hangen. Maar goed. Ik heb ze nou even klaargemaakt. Ik ga nu naar kantoor. Even een ochtendje werken. Oh, we hebben iets geweldigs besteld. Maar dit is gewoon... Wat is dit voor doos? Ja, het is gewoon zo'n drankgroothandel, maar dit is niet normaal. Hoe duur was het bij elkaar? 20 euro? Ja, met verzendkosten. Ja, ik vind 15 dat... bij elkaar. Ik vind het wel meevallen. Ja. Oh my god, we gaan dit nu maken. Woehoe. Oké, jongens. We hebben een koffietje gemaakt. Nou, dit is maar gewoon letterlijk naar die van Starbucks. Ja. Ja, ik heb dit gisteren gehaald nog bij de Starbucks. Eergisteren. Gisteren? Nee, eergisteren. Oh, ik schrok al. Oh, het is echt heel lekker. Ja. Het is niet gezond, maar... Ja, maar dat, die twee koffie per dag. Ja. Ik denk dat dit wel gezonder is dan die van de Starbucks in ieder geval. Ja, die is veel zoeter ook. Dat vind ik te zoet. Ja, maar daar gooi ze heel veel. Ook van die puree volgens mij gooi ze er onderin. Ja. En van die, je hebt ook van die pumpkin spice spices, echt. Ja, hè? Die heb je bij de appie. Die zijn de bonus. Ja, jongens. Helemaal een drama vandaag. Thomas en ik, die zouden Motti gaan. En een bukbang opnemen. Was die fucking winkel dicht? Nou, in ieder geval, hij was open, maar ze gingen nog geen eten maken. Wat heb je nu eigenlijk besteld allemaal? Surprise, ik heb ook lekker zoete avondkoekjes en zo. Kimchi en edamame. Nee! Lekker. Oké, we gaan dus nu iets anders Korean eten. Maar, er is een heel leuk pakket van mijn... Waar is Floor? Bellen. Oh. Binnen gekomen. Namelijk, polentas. Welke heb je uitgekozen? Ja, Sue heeft er ook een uitgekozen. Maar ik heb gewoon die... Deze, denk ik. Gewoon de packaging is gewoon al 10 out of 10. De nummer... Ja, deze heb ik. Het is echt zo'n all-time bag, zeg maar, dat je altijd kan gebruiken. Ik ben zo verliefd. Cecile heeft deze ook. Doei! Oh mijn god, Cecile. Wacht, ik ga het even uitpakken. Oh my god! Echt mooi. Ik hou van deze kleur. Maar dit is zeg maar voor zo'n coole tas, dat je altijd draagt. Want nu heb ik echt maar altijd... Maar het past zo perfect om je middel heen. Ja, en je kan hem ook nog langer of korter maken. Ook gewoon chill met reizen en zo. Deze wil ik echt meenemen naar Bali. Weet je wel, gewoon echt je fantastisch zomaar zo voor je zit. Oh my god, yay. Maakt de dag toch nog even leuk. Zo cute. Wat, dit was zo'n random vaag dag. Mooie tas erbij. Zo mooi, oh mijn god. Thank you. Nou guys, wat een hectische dag weer. Tjemine. Maar wel een hele leuke dag. Ik was net nog heel even langs bij de Dynamite Store. Is een cookie store in Amsterdam. En daar werd lekker koekjes geproefd. Dat was echt heel lekker. Maar ik heb zo raar gegeten. Want ik had een mukbang gefilmd. Maar met die mukbang heb ik niet echt goed gegeten. Een beetje hapjes. En toen ging ik sporten en toen ging ik een koekje eten. En nu is het echt 8 uur en heb ik echt een soort wel niet honger. En ik weet niet... Wat voor soort honger ik heb. En het liefst maak ik gewoon cheesy noodles. Dus ik denk dat ik gewoon naar de winkel ga. En ja, dat gewoon ga maken. Want waarom ook niet? Why the fuck not? Nou, omdat het slecht is. Maar heb ik nog iets anders in huis. Kombuchaatje, dat komt altijd van pas. En wat moet ik halen voor cheesy noodles? Even kaas en room. Gewoon maken. Een beetje. Yeah. Het is vandaag vrijdag. Ik ga lekker een sportlesje doen. Ik heb mijn felblauwe legging aan. En ja, sportlesje booty apps. En daarna ga ik naar de boekhouder. Dus ja. Ik heb me net even een klein beetje opgemaakt. En ik ga zo de deur uit. ADE komt er natuurlijk bijna aan. Oh my god, zoveel zin. Ik heb zoveel leuke planningen en... Zoveel leuke dingen doen. Maar wat mijn absolute lifehack is voor eigenlijk het leven. Is Parfumado. Misschien kennen jullie het wel al. Ik heb het wel vaker benoemd. Ik heb er 3 nieuwe geuren ontvangen. Maar Parfumado is eigenlijk een abonnement dat je neemt per maand. En elke maand krijg je weer een nieuw parfumetje opgestuurd. Waar je precies een maand mee kan doen. Zo kan je elke maand een andere parfum testen. Hoef je niet allemaal grote flaconnen te kopen. Waar
super duur is. En nu kan je gewoon elke maand afwisselen. Daardoor ontdek je dus ook heel veel nieuwe favoriete parfums. Ik heb echt zoveel nieuwe favorietjes die helemaal niet heel bekend zijn. Maar waarvan mensen altijd echt zeggen van, oh my god, dit ruikt zo lekker. Ik heb één daarvan ook weer. Deze heb ik voor Cecile gekocht. Omdat ze zegt, dit ruikt zo lekker. En toen dacht ik van, nou ja, weet je, ik kies er wel eentje voor jou uit. Daar gaat ze heel blij mee zijn. Normaal kost een abonnement 14,95 per maand. Maar nu met mijn kortingscode voor Word 50 krijg je de eerste maand 50% korting. Dus kan je het voor maar €57 uitproberen. Klik op de link in mijn bio, dan kan je een abonnement afsluiten voor €7,50 en kan je even uitproberen of het wat voor je is. En je kan natuurlijk altijd gewoon stoppen wanneer je wil. Het ideale vind ik gewoon het formaat. Je kan het in elk tasje meenemen. Ook voor op reis. Naar Bali ga ik natuurlijk. Zijn deze flesjes gewoon zo ideaal. Dus ja, ik ben gewoon echt super fan. Ik gebruik letterlijk alleen nog maar Parfumado. En al die grote flaconnes, het staat ook maar ergens. Je neemt het niet mee. Je gebruikt het helemaal niet. Is eigenlijk heel erg zonde. Ze hebben dus echt super veel geuren. En je kan ook een quiz doen. En dan komt er een top 5 met lekkere geuren die bij je passen. Dat heb ik ook gedaan. Echt dus heel veel nieuwe lekkere parfums leren ontdekken. Ik zal jullie nu laten zien welke ik nu heb. Ik heb nu de Molecule nummer 1 met Iris. Molecule is echt een super lekker geurtje. Echt, oh mijn god. Dit is echt een van mijn favorieten. Molecule met Iris. Ik ga deze vandaag opdoen. Ik ben heel benieuwd hoe die ruikt. Ik vind Molecule 1 heel lekker. Wow. Ik vind deze misschien nog wel lekkerder. Deze is net wat bloemeriger. Die andere is net wat frisser. Ah, oh, heerlijk. Ik heb hier van Narcisco Rodriguez. Eau de Parfum. En hij heet ook echt Narcisco Rodriguez. Dat is die roze in die roze flacon. Oh, deze ruikt echt wat bloemiger. En wat zwaarder, dus dit zou ik eerder lekker met een etentje of zo doen. Maar die Molecule is echt zo'n everyday frisse geur. En dan heb ik er hier, het wordt altijd zo leuk verpakt. Zo krijg je het, dus het is ook heel leuk om bijvoorbeeld 1 maand cadeau te doen. En dan kan iemand het ook gewoon uittesten. En dan heb ik hier eentje voor Cecile. Dit is de FR18 van Another. En dit is Cecile, haar nieuwe favoriete parfum. Ze vindt hem gewoon zo lekker dat ze gewoon bijna moest huilen. Dus ik ga deze zo meteen aan haar geven. Ja, dus vergeet zeker niet op de link in mijn bio te klikken en voor Word 50 in te vullen. En probeer zeker even een keertje uit. Ik vind het echt heel chill, dus ik wil het graag met jullie delen. Hallo allemaal, het is vandaag zaterdagochtend. En ik ben nu onderweg naar Rotterdam, want ik heb een samenwerking met de Primark. Waar je, hebben dus nieuw repair workshops. En in zo'n workshop, ja, ga je dus kleding maken. Dus dan kan je gewoon je eigen kleding meenemen die bijvoorbeeld kapot is. En dan ga je daar dat leren. Nou, ik wil dat heel graag leren. Want tegenwoordig leren we dat niet meer op school. Om te naaien en dingen in elkaar te zetten en zo. Mijn moeder kan het wel heel goed. Maar mijn moeder heeft ook de modeacademie gedaan. Dus ze moest dat zeg maar ook soort leren. Zo, ja, ik ben helemaal benieuwd. Zoe Young is ook gezellig. Dus ja, ik ben er niet alleen. Dat is alweer veel leuker. Dan, en daarna ga ik lekker een weekendje weg. Nou, we zijn nu bij de workshop. Ik ga deze knoop weer op mijn jas maken. Want die was er afgevallen. Maar het wordt nog wat. Het is me gewoon gelukt. Het is toch helemaal leuk? Ik vind het helemaal goed. Hallo allemaal, het is inmiddels 14:15 of zo. Ja, het is 14:15. Ik ga nu naar Stan, want hij moet voetballen in Den Haag. Dus daar ga ik even kijken. En daarna gaan we meteen door naar de Veluwe. Ik had net bij de Starbucks de Pumpkin Cream Cold Brew gehaald. En hij is zo lekker. Ja, dat is helemaal mijn vibe. Hoe cool lang het rijden is. De workshop was trouwens echt vet interesting. Het is gewoon in de winkel. Dus je kan er eigenlijk gewoon komen als je bijvoorbeeld een kledingstuk hebt dat je wil laten maken. Want ik had bijvoorbeeld deze jas ook een keer gezegd dat die knoop los zat. En nu heb ik de knoop er gewoon aan vastgemaakt. En het is echt, zoals ik al zei, raar dat we dat tegenwoordig eigenlijk allemaal niet meer kunnen. Maar het is eigenlijk heel easy. Maar je moet het eigenlijk gewoon net weten. Nou, helemaal chill. Ik ga even opzoeken waar ik heen moet rijden. Wow, is dat nog zo ver? Ik dacht dat Den Haag en Rotterdam dit bij elkaar lagen. Maar het is gewoon een half uur rijden. Nou ja, oké.
Prim. Dan mis ik de eerste helft. Nou, ik heb net gekeken waar de voetbaltje de stand. Ze hebben helaas 5-0 verloren. Maar we gaan er zo meteen vandoor. Hoe was het geworden? 4-0! Hoe was het geworden? 4-0! Ik ben nu aan het wachten op de stand. Die ze gaan douchen en zo en aan het omkleden. Drie keer raden waar we zijn. Bij de McDonald's. Oh my god, zoveel zin in. Mackie mukbang! Nou, geen mukbang hoor. Wel? Ah, ja. Zo, je mag op een keer stoffen hier. Ja. Lijkt op mijn auto. Wel... Lijkt op mijn auto. Inderdaad. Jij mag er ook wel een beetje. Nee, dat hoeft niet joh. Nou, mensen vinden de mensen heel leuk. Oh, je ziet mij nu al gewoon. Ik heb net gevoetbald, dames en heren. Helaas verloren. Ik heb ook 4-0 verloren. 4-0. Toen Wanneer? Ik in de kleding of in de kantine zat te wachten. Zullen we kijken? Kijk jongens. Medium en een grote friet. Nou, wat een verschil. Nou, op camera is nog best veel, maar het valt echt tegen hoor. Mevrouw Veggie. Hoe is het zo overbleef? Hey. Nou, dus zo lekker die McPlant. Oh man. Mm. Wow, we hebben zoveel honger. Ik heb alleen vanochtend om 11:30 een tosti op. We hebben ook echt fucking veel. Die gaat daar. Die is daar? Nee. Jij is een Big Mac. Lang niet op. Ik heb je eten sowieso nooit Mac. Nee, hè? Nee, echt nooit. Nou, ik voor mukbangs. Oh, daarvoor? Mhm. Jouw laatste keer was denk ik Italië. Mhm. Dat is alweer een paar maanden geleden. Mhm. Daarvoor heb ik niks op. Daarna? Nou. Mhm. Maar voor jou snap ik het wel. Nou, anders zou ik ook letterlijk nul naar de Mac gaan. En ik vind het heel leuk om op te nemen hoor, daar niet van. Maar anders ga je gewoon minder snel. Ik ben maar je kijkers vindt het ook leuk om te kijken, toch? Mhm. Mac is sowieso het leukst. Vroeger ging ik best wel vaak op zondag. Als ik een kater had. Maar dan is het ook gewoon meer dat je eruit gaat, even. Ja. Als toen je nog thuis woonde. Ja, dat is ook zo, ja. Waar zijn de rietjes? Ik heb maar één. Ik heb maar één drankje. Heb je niet die ene? Nee. En? Oh, hè? Ik dacht dat we cola nog erbij hadden. Nee. Wat dacht ik? Oh. Maar? Vroeger in corona. Ik ging thuis corona heel veel, want dat is het enige wat open was. De McDonald's. Dus als je met je vriendinnen of wat wilde eten en dan wilde je niet thuis bij je ouders. Nou, Mackie op aan. Ja. Weet je nog onze allereerste keer onze Mackie date? Nee. Weet je dat niet meer? Weet je dat niet meer? Oh, wel, wel, wel. Toen ging ik op vakantie met de gasten naar Frankrijk. Ja, we hadden nog niet een relatie. En toen wilden we elkaar nog zien voordat ze dan op vakantie gingen. Ja. Maar we gingen nog niet echt thuis afspreken bij ons, met onze ouders erbij of zo. We woonden allebei gewoon thuis. Ja. Nou. Dus gingen we naar een Mac. Even rijden. Ik was zo zenuwachtig. Toen? Ja. Maar in die periode was het sowieso allemaal spannend. Mm-hmm. Nu, 3 jaar later. Nee. Zitten we nog steeds. Ja. Oeh. Mm. Ik ga even mijn burgertje. Ik weet niet waarom ik die McPlant zo lekker vind, maar... Wat zit erop dan? Het is gewoon een hele lekkere sausige burger. Gewoon, ja, en... Zit er wel een burger op? Ja. Oh, ik dacht alleen maar... Nee. Maar een veggie burger, maar dat proef je dus niet. En die kaas dan? Die is niet veggie. Maar het is vega, hè? Niet vegan. Dus die kaas is wel gewoon normaal? Ja. Maar dat wist ik niet. Dus tijdens mijn vega week had ik dit op. En toen kreeg het allemaal over je heen? Mm-hmm. Ja, vegan week. En dat ging lekker. En toen zei iedereen... De McPlant is niet vegan. Ik snap dat even nooit. Nee. Nu wel? Ja. Wat dan? Vegan. Is ook geen dierlijke producten. Mhm. Eerst dacht standaard vegan vegan. Ja. Hetzelfde. Wil je eens proeven dit? Ik proef het oprecht niet alsof je geen vlees eet, zeg maar. Maar dan heb je ook bij die normale burgers, die saus die overheerst gewoon. Nou.
daardoor is het ook gewoon vaak lekker. Letterlijk. Een vriendinnetje van mij vroeger, die at een hamburger plain. Oeh. Eerlijk? Hier zit ketchup op. Ja. Wel lekker. Ik vind het goed, maar ook gewoon die saus is lekker. Mm-hmm. Dat is het. Maar die had een hamburger plain. Dus dat was een broodje met een kale hamburger. Geen saus, geen augurk, geen uitjes, niks. Dat is niet de kale. Nee. Droge moffel, jongen, dan. Nou. Maar ik was eerst ook nooit van de saus. Nee. Dus dan was helemaal niet van de saus. Want dat weet ik nog. En toen gingen we toen samen naar de Mac. En toen bestelde jij friet. Zonder frietsaus. Nou. Ja. Maar het maakt mij gewoon allemaal niet uit ofzo. Ik dacht dat ik niet goed werd. Dat moet ook niet overdrijven. Oh, het is 6 uur. De wekker gaat. TikTok uploaden. Uploaden. Nee, ik heb geen TikTok voor vandaag. Oh nee. Maar ik vraag me dan af, want er zit wel mayo op. Dat is dan ook niet vegan. Mayo. Nee, maar als er al kaas op zit. Ja. Oh, maar dan is hij echt totaal niet vegan. Waar gaat het om dan? Alleen om die burger? Ja. Maar Mac Plant, dat klinkt vegan. Ja. Want plantaardig, dat is vegan. Plantaardig. Ja, ik heb nog eens pakken. Ja. Heb je ervoor zo een beetje verteld waar we heen gaan? Mm-hmm. Ja? We gaan naar Veluwe. Ik wil er vier, dat is goed hoor. Verschillende vormpjes. Mm-hmm. We gaan naar Putten. De Veluwe. En even een weekendje chillen. Ja, dat hadden we nodig. Gewoon even een weekje. Oh, dat weet ik wel. Weekendje aan. Relaxen. Lekker wandelen. Lekker. Ja, gewoon chillen. Wat is saus? Ik dacht van mij. Ja, dat is toch zuur. Oh, had ik niet door. Zo, dit is warm. Pittig. Wat doe ik? Warm. Jij bent echt een weirdo soms. Ik dacht dat dit een of andere Indian saus was. Je hebt helemaal je warm in je jas aan. Te snotten bellen. Helemaal schattige haartjes uit de douche. Ja. Het beslaat hier helemaal. Ik vind de airco al aan. Zoals dit heb ik nog niet op zo'n ijsding. Lekker hoor. Daarna ben je altijd helemaal klaar mee. Hey, ik ben er nu eigenlijk beginnen nu al klaar mee. Heb je nog veel? Nee, veel. Alleen die chili chick. Nee, kipnuggets. Oh. Maar één lied. Ik snap niet hoe je niet kipnuggets kan bestaan. Wie lust dat niet? Isabel. Oh. Nou, ze lust het wel, maar ze bestelt het nooit, maar dat snap ik niet. Dat bedoelde ik eigenlijk. Je bestelt lekkere dingen. Heb je ook die wrap hier nog? Ja. Die is ook altijd lekker met, dat is honey mustard of zo, ja. Toch? Maar die honey mustard, weet je nou? Crispy chicken of zo? Kan best, geen idee. Die heb ik ook lekker. Dat is zo'n grote burger. Niet die Mediterraanse in, nee. In Italië. Die burgers. Die vond ik echt niet lekker. Ik wil zo graag een keer dat jij die Fitbit om hebt tijdens een voetbalwedstrijd, maar dat kan niet. Ik heb één keer met trainen gedaan. Oh echt? En? 750 calorieën volgens mij. En hoe lang train je dan? Ik kan je gegevens er wel bij pakken. Je hebt het wel ergens. Van niet normaal. Uur een kwartier zoals toen. Maar besef, een wedstrijd is gewoon 90 minuten. Ja, maar je legt ook afstanden af, jongen. Ja. Ik denk dat je tijdens een wedstrijd wel 1000. Jawel. Sowieso. Ik weet wel of het heel laag zit.
vriendin. Die app is helemaal anders geworden. Ja, heel raar. Ik moest van de week opeens heel mijn Apple Watch opnieuw instellen. En alle instellingen verwijderen. Zo. Nou, ik kan niet vinden. Even laten zakken hoor. Trouwens, ik heb hier nog een beetje water. Wat zei je? Ik heb hier nog water. Je houdt eigenlijk niet van, hè? IJsje wel. Frisdrank. IJsje wel. Mm. Maar geen Fanta Cola. Nee. Ik vind de laatste tijd soms een colaatje zero. Oh, ze is ook helemaal geïnvloed. Dat drink ik altijd. Ja. Maar echt zo'n ijskoude en als je echt heel dorstig bent. Ja. Ja. Ik kan nog wel lekker vinden. Ik vind cola zero echt zo lekker. Maar is het nou zo slecht voor je? Weet ik niet, vast wel. Maar wel zero. Ja, maar het gaat niet alleen maar om calorieën natuurlijk, hè? Nee. Dat is het ding een beetje. Nee. De aantal calorieën bepaalt niet hoe gezond je eet. Nee, totaal niet. Want als jij één McDonald's maaltijd van 700 calorieën op één dag eet, dan heb je weinig calorieën op, maar totaal niet gezond. Ik kan makkelijk elke dag een Big Mac eten en afvallen. Ja, kan. Kan echt makkelijk. Hoeveel zit er in een Big Mac? Of 500 of zo? Weet ik niet. Ik denk wel meer hoor. Nee. Ik heb wel meer dan... In een McChicken zit het minst. Het is iets van 3 nog wat, toch? Ja. Oh ja, dat kan wel. Valt best mee. Ja. Je hebt ook sommige die zijn 1000. Nee. 900 wel. Oh, dat zijn zeker die Big Tasty. Ja, die met bacon. Wat veel patat hoor. Ja, zo'n grote. Ja. Ja, ik zweer. Deze patat. Zo lekker. Ik hou echt niet van die Burger King of KFC patat, maar deze. Maar of van een snackbar, maar... Honkieplankie, lekker man. Honkieplankie. Nou, we gaan zo eerst even boodschappen doen. We gaan vanavond en morgen even. We gaan eerst naar het huis, ja. Denk eerst boodschappen, hè? Ja, dat is beter. We zitten helemaal op zo'n park. Ja, maar dan hoeven we daar niet meer weg. Nee. Dat weet ik wel weer. Dan, stel, kijk, we zijn daar, dan heb ik geen zin meer om boodschappen te doen. Dit is een lifehack. Oh, maar dat kan nu niet meer met die kartonnen rietjes. Die ken ik, ja. Nou, als we daar eenmaal zijn, dan wordt het een relaxed mode. Ik ben bijna doorheen. Ja, het ging snel. Heel vaak. Heel vaak, of nee, heel vaak, dat wilde ik eigenlijk niet zeggen. Toen we, wil je dan die saus? Deze? Bij? Die. Toen wij 3 jaar met elkaar gingen, toen zeiden heel veel mensen van, holy shit, dat jullie al 3 jaar met elkaar gaan. Dat betekent dat ik je al meer dan 3 jaar volg. Ja? Heb je van die trouw? Ja, hij was even uitgevallen. Oh. Ja, het is bizar eigenlijk als je erover nadenkt. Dat mensen mij al 3 jaar volgen. Lijkt me wel gek hoor. En ze zeiden ook van, oh my god, ik weet nog dat je Stan net had ontmoet. Dat jullie al 3 jaar gaan en zo. 3 jaar is echt lang. Zeg maar, vroeger als mensen zeiden van, ik heb 3 jaar met mijn vriend, dacht ik echt van, wow. Ja, maar ik vind het ook wel weer kort of zo. Verdien je. Ja. Nu je ouder wordt wel. Ja. Dat is het denk ik eerder. Als je 19 bent en je hebt 3 jaar een relatie, dan was je natuurlijk heel jong. Maar nu is wel gewoon, ja. Moet je nemen? Ja. Chili chicken. Chili chicken. Ik weet niet wat voor een chili chicken ben. Ik had die wel altijd op school toen ik nog in middelbare zat. Ja. Ik ook. Die was 1 euro. Ja. Dat heb je nu niet meer. Nee. Dit was bijna 2 euro, hè? Voor mij is die 2 euro, toch? Ja. Kijk eens. Oh, maar nu is die 1,95. Maar dat was met dat ding erbij. Met die korting. Denk ik. Ja, eet maar, geef maar. Weet je hoe weinig korting we maar hebben in totaal? Ja? 2,30 euro. Oh, chili chicken. Wat zeg ik voor een McChicken? Oh. Ja, dat is 1,95. Hoe weinig korting? 2,30 euro maar. Zo. En we hebben 3 van die coupons gebruikt. Nou. Oeh. Poe. Ja, dat is helemaal niks. Gewoon echt niks. Stering weinig. Ja. Maak je blij met een dode mus? Voor die 32. Ga daarmee doen.
Bewaren. Voor vanavond. Ja, voor de kaas. Nee, ik wil kaas. Zo. Lekker warm. Hoe zit? Bier, beker. Oh. Nou, dan moeten we nog een half uur rijden nu. Dan zou ik hem dan naar de Jumbo doen. Ja, doe maar. Jumbo. Zo, je hebt wel veel inputten. Gewoon een Blokker, een Hema, een Domino's. Ik weet niet of het groot is daar. Kruidvat, heel winkelcentrum gewoon. Nou jongens, een half uurtje. Doei. Bedankt voor het kijken. Nou guys, we zijn gezellig aangekomen in het huisje. Oeh, ik zit helemaal weg hier. Oh, het is echt heel cute. Kijk dan, helemaal lekker open haartje. Lekker de kaarsjes aan en we gaan nu lekker een rozijntje drinken en spelletjes doen. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag. We zijn lekker wakker geworden. Ik heb echt zo lekker geslapen hier. Heerlijk. We hebben nu een uitgebreid ontbijtje lekker gemaakt. Broodjes, lekker eitje, fruit. Nou, helemaal lekker. Even vloggen. Lekker op de scoot. Het is zo koud, jongens. Mijn handen gaan echt... Het valt wel mee. Oh, het valt wel mee. Nou, we zijn terug van het e-choppen. Het was echt heel leuk, maar heel koud. Het was echt zo koud. Ze zijn gewoon echt bevroren. Ga niet e-choppen. Nou ja, wanneer het koud is, was echt van koud. Maar we hebben wel veel van de Veluwe gezien. Dat was leuk. Nu hebben we ons lekker omgekleed in chill outfit. En gaan we lekker naar de sauna. Zoveel zin in. Oh mijn god, ze hebben hier de tas gepakt. En gaan er vandoor. Nou guys, we zijn terug van de spa. Het was echt heerlijk. We hebben echt een hele avond genoten. We zijn er echt van 6 tot 10 geweest. Ook even wat gegeten, maar dat kan je natuurlijk niet filmen. Want ja, het is wellness. Dus daar is geen camera en telefoon en zo. Natuurlijk allowed. Maar het was echt super lekker. We gaan nu lekker slapen. En het was gewoon ook dus vandaag maandagochtend. En ik ben echt ziek wit. We zijn nu in de Veluwe en we gaan nu net uitchecken eigenlijk. Ik moet helaas weer doei zeggen tegen dit zo cute huisje. Het is dus een Airbnb. Het heet Cozy Chalet. Het was echt heel erg leuk, maar we moeten dus om 11 uur uitchecken. We hebben net snel ontbeten en al en alles spullen gepakt. En we gaan er nu weer vandoor. Het weer is echt super lekker zonnig, maar het is echt zo koud geworden. Ik ben gezellig met Sissy. Mag hier niet te veel filmen, hè? Nee, maar wel bij. We zijn zo oud. Dit heeft een broccolini te eten. Yum. Oh mijn god, dit is niet normaal. Een mac and cheese. Girl. Lekker steken taart, kippie, yum. Hallo allemaal, het is inmiddels woensdag of dinsdagavond. Het hele werk was echt een lange, heftige, hectische dag. Maar wel goeie. Het is nu 7:15. Ik heb niet gesport, want ik had echt geen zin. Maar ik ga nu lekker editen en ben ook aan het kijken. En ik heb lekker gegeten. En ik noem het allemaal maar op. Hallo, het is 11:30. Ik heb lekker gedoucht, mijn haar gewassen. Helemaal lekker. En ik ga nu even mijn tandjes poetsen en naar bed. Het is alweer laat. En ik wil lekker slapen. Goedemorgen, man. Het is vandaag woensdag. Ik heb lekker een chill outfitje aan. Want we gaan vandaag met het team yoga doen tijdens de lunch. Echt leuk. Dus dit is nu de fit. En ik ga lekker naar kantoor. Ik heb echt nu een heel leuk pakketje binnengekregen. Namelijk van Look Fantastic. Jullie weten hoe fun ik van Look Fantastic ben. Want die Look Fantastic heeft gewoon alle beautymerken. Ze hebben ook gewoon NARS, Bobbi Brown, Estée Lauder. Gewoon letterlijk elk beautymerk. Het is gewoon een soort Nederlandse Sephora. En that's why I love it. En ze hebben heel veel kortingen. Dus ze hebben altijd kortingen lopen. En ik heb dus ook een vaste kortingscode. Sarah VLF. Waar je dus altijd standaard 11% korting mee krijgt. En soms zelfs meer kortingen. Dus sla hem op. Deel met je vrienden. En gebruik hem. Ik heb weer allemaal leuke dingetjes uitgekozen die ik ga uittesten. Maar je moet even beseffen dat eigenlijk al mijn make-up altijd van Look Fantastic komt. Dus ik heb nu gewoon weer even wat nieuwe dingetjes besteld. We beginnen met dit luchtje van Replica. Ze hebben dus ook alle soorten parfums. Ze hebben ook Sol de Janeiro, de Bam Bam Cream. Ik heb zo meteen iets heel leuks. Maar goed, ik heb dit luchtje bij de Fireplace voor Stan besteld. Want het is echt een super lekker luchtje. En ik dacht, het is wel leuk om hem weer een keer een luchtje te geven. Ik heb zelf Beachwalk. Het is echt een heel lekker zomers geurtje. Maar dit is echt een wat, ja, echt een wat houtigere parfum. Maar echt super lekker voor een man. Dus bij de Fireplace. Dus zoek je nog een leuke doodje. Deze is echt heel lekker. Dan mijn favoriete
van Garnier, de Micellin water met olie, schud ik altijd zo. En dan haal ik mijn oogmake-up ermee af. En mijn oogmake-up gaat er zo goed mee af. Gewoon mascara, waterproof, mijn wenkbrauw, alles. Dus echt heel nice. Dan heb ik een Koreaans skincare merkje, een heel leuk maskertje. Ik ben hier heel benieuwd naar. Ik hou echt van die maskertjes die je op je gezicht moet leggen. Is gewoon lekker makkelijk. En dit is dus van een Koreaans merk. En Korean skincare schijnt heel goed te zijn. Het is met limoen. Dus deze ga ik sowieso een keer uittesten in de weekvlog. Dan heb ik echt iets heel leuks. Oh my god. Travel size package van Sol de Janeiro. Oh my god. Ze hebben 4 geuren en ik ga ze nu ruiken. Het is een travel perfume set. Met allemaal verschillende geuren. Dus... Oeh. Deze ruikt heel lekker. Dit is een kokos, ja. Wow. Dit is een hele lekkere everyday. Dit is met pistache en karamel. Benieuwd. Deze ruikt wel wat zoetiger, maar... Ik had niet verwacht dat die zo lekker zou zijn eigenlijk. Ik dacht karamel. Ook heel nice. Wel, deze ruikt wat meer naar de Bam Bam Cream. Dan hebben we hier Black Plum en Vanille. Oh my god. Wow. Dit vind ik denk ik de lekkerste tot nu toe. Ik ga gewoon alles proberen. Maar ik hou echt gewoon van zo'n mist. En dit is toch eigenlijk de perfecte formaat. Oké, en dan als laatste hebben we nog de Jasmijn en Dragon Fruit. Oh, deze ruikt heel... Beetje wat zuriger. Maar wel in de frisse kant, zeg maar. Gewoon wat frisser eigenlijk. Nou, ook heel lekker. Oh mijn god, ze zijn allemaal heel lekker. Maar dit is toch echt een perfecte aankoop. Want je krijgt er gewoon 4. En allemaal in een perfecte formaat dat je ze altijd kan meenemen. Oké, heel nice. Dan heb ik van Shiseido. Heel fijn merk. Ik heb hier meerdere producten van. Het is een soort toner wat je na het schoonmaken van je gezicht moet opdoen. In de avond en in de ochtend voor je serum. Het ruikt heel lekker, maar het is inderdaad een soort toner. Heel nice. Heel lekker product. Dan heb ik hier lippotlood van Natasha Denova. Dit is in de kleur Gala. En ik zoek eigenlijk gewoon nog een goede lipliner. Dit is in deze kleur. En ik denk dat dit echt heel mooi is. Dit is echt heel mooi. En even iets een beetje nude brown. Ja, het ziet er natuurlijk nu niet uit. Maar hij brengt ook echt super fijn aan. Hij ziet er heel mooi uit. Nou, helemaal blij mee. Dan heb ik deze liner van NYX. Deze heb ik al gebruikt. Hij is echt heel fijn lijn. Dus je kan er echt heel goed mee werken. Dan heb ik hier een nieuwe Tangle Teaser. Want die van mij is echt... Hij is gewoon op. Gewoon al die haren, die dingen staan helemaal uit elkaar. En ik dacht, ik moet gewoon een nieuwe. Ik heb deze al een paar jaar. En ik moet gewoon even een nieuwe. Dus ik dacht, leuk, cute kleurtje. En de Tangle Teasers zijn echt... De absoluut beste borstels die er zijn. Dan heb ik deze, hoe noem je dit? Voor je nagelriem om het terug te duwen. Want ik vind het gewoon heel satisfying om te doen. Dus ik ga dat zo meteen doen. Dan heb ik hier van Grow Gorgeous Thickening Hair and Scalp Mask. Dus dit is gewoon een masker om je haar wat dikker te maken. Heel erg benieuwd naar. Ik heb hier ook de conditioner van en die vind ik heel fijn. Dus ik dacht, ik ga ook een masker bestellen. Super nice. Dan heb ik hier een Slip Sleeping Mask. Dus dit is een lipmasker die je op kan doen voordat je gaat slapen. Ja, dat vond ik er ook gewoon heel cute en nice uitzien. Leuke verpakking. Ik krijg gewoon lekker zachte lipjes. En er zit ook een kwastje bij. Ik ga stuk. Ik ga dit nu opdoen. Oh, ik heb natuurlijk die lipliner op. Wat ben ik af en toe ook een... En eigenlijk was dat het alweer. Dus ik heb weer allemaal lekker nieuwe productjes. Maar zoals ik zei, Fantastic heeft echt alle soorten beautymerken. En ze hebben echt gewoon hele fijne producten op. Skincare, haircare, shampoos, parfumetjes. En je kan dus allemaal met korting kopen. Dus fuck chill natuurlijk. Ik zit net mijn nagelriem te doen. En toen dacht ik, oh mijn god, ik heb ook nog die olie. Dus ik heb hier ook een olie van Essie voor je nagelriemen. Die je zo erop kan doen. Dat kan je gewoon zo rollen en dan inmasseren. En dan kan je lekker je nagels verzorgen, je nagelriemen. Nou, we hebben lekker gesport. Ik heb heel snel gedoucht, omgekleed en al. Ik heb meteen mijn nieuwe trui aan, want ik vind hem helemaal leuk. En we gaan nu gezellig naar Maggie, want daar gaan we eten. Hallo allemaal, het is vandaag donderdag. Ik was even net op kantoor en ik ga nu iets heel leuks doen. Ik krijg namelijk een beauty treatment van In Beauty Salon. En ik krijg daar een facial en mijn haar wordt helemaal gewassen en blow-out en zo. En vanavond heb ik dus allemaal parties voor ADE. Dus dan zie ik er helemaal goed uit. Oh my god, ik heb er zoveel zin in. Nou guys, we gaan er vandoor. Ready for the party. First party of ADE.
This is the look. We're gonna go. Cecile is ook weer stunning. Gewoon stunning girl. Dank je. En wij gaan nu. Let's do Mirjam. Oh, let's do Mirjam. Oh, that's for you or no? Oh, cheers. Neem maar nog een glas. Wie wil er een bug? Ja, lekker. Geef mij maar een bug. Ja, niet. Thank you. Wil iemand anders een bug? Nee, dank je. Ik ben in mijn... Santé, jongens. Ik heb even mijn... Oké, dan ga ik voor zelf. We gaan in de foto. Yeah! Heel cute. Ik sta zo meteen om er boven uit te komen. Ik voel me zo kort. Hoezo is iedereen zo lang? Nou, leuk. Heel leuk. Kijk mij nou weer. Ik sta overal met mijn ogen dicht. Nee. Maar komen ze hier eruit? Ja, maar dat was mijn vibe. Hallo allemaal. Het is inmiddels de volgende dag. En ik ben alweer geflikt. Ik ben de hele dag bezig geweest met een kater hebben. En nu ben ik weer geflikt, want ik ga naar Martin Garrix. Maar ik ga eerst... gezellig eten met de meiden Anne, Nina, Sophie en Bo. En daarna ga ik vanavond met Stan naar de rij. En gaan we naar Martin Garrix. Oh my god, hoe fucking vet. We staan op een VIP-deck met JBL. Echt niet normaal. Heel koud! Ja, het is bevroren. Ja, het duurt echt wel even. Maar komt het ook 5 minuten, hè? Ja. Dag, het is zaterdag. Wat een geparty allemaal. Gisteravond was echt fucking leuk. Echt, Martin Garrix was zo vet. Ik vind het zo leuk dat ik dat gewoon heb mogen ervaren en heb kunnen doen. Het was echt gewoon echt heel leuk. Nu ga ik lekker slapen. Ik heb de hele dag best wel rustig aangedaan. Ik heb voetbalwedstrijd bij Stan gekeken. Net even lekker gegeten met mijn moeder en mijn schoonzus. Het was echt super gezellig. En ja, ik ga nu lekker mijn bed in. Ik ben kapot. Hot. We waren vanochtend 4 uur thuis en Stan is nu eten met mijn vader en mijn broer en die komt zo meteen ook hier lekker slapen, zijn met mijn ouders. En morgen heb ik namelijk weer een party digital, dus oh my god, fucking kill me. Het is vandaag zondag en ik ben lekker bij mijn ouders nog. Ik heb lekker ontbeten hier en net gedoucht, haar gefeund en... ik ga nu naar Amsterdam, want vanmiddag ga ik naar een party, naar Digital met Peggy Goo. Zoveel zin in. Dus ik ga er nu weer vandoor. Guys, ik ben helemaal ready. We zijn lekker live op TikTok en hebben we ons ready op gemaakt. En dit is mijn outfit. Nou, doe... even normaal! Ja!
Nou guys, dan was dit alweer de weekvlog. Het is een lekkere lange weekvlog geworden. Omdat ik gewoon veel beelden had die leuk was om bij elkaar te voegen. En omdat ik merk dat ik soms dagen heel veel vlog en soms niet. Om het meer samen te voegen per 2 weken. Omdat ik het dan zo... Ja, dat kost ook weer gewoon tijd met editen en zo. En dat eigenlijk. Ik heb heel erg keelpijn nu. Ik ben echt heel erg aan het bijkomen van ADE. Want ik ben echt kapot gewoon. Ik ben zo moe. Maar ik hoop dat jullie het wel leuk vonden. Ik heb echt super leuke dagen gehad. Dus ik mag niet klagen. En ik spreek jullie heel snel weer. Doei! Yes, I'll be on my way now. You just give me a...